heb je nou weer een stuk gemaakt? Oh, god, oh, god, oh, god. Ja, dacht ik het niet, kapot. Waarom moet jij ook altijd overal aan zitten met die zwijnenpingels van je? Ik was gewoon aan het spelen, hoor. Ja, spelen, spelen. Je verpest het hele levenswerk van je vader op deze manier, hè? En waar bemoei jij je mee? Je bent mijn moeder niet eens. Wat? Zal ik jou eens leren luisteren? Ja, klein loeder, dat wat is dat voor een lawaai hier? Voor het dokter. Ze heeft met de tengels aan uw experiment gezeten en hij is helemaal stuk nu. Ach, was je fijn aan het spelen, meisje. Hé? Goed, heel goed. Dank u, vader. Nou, zoals ik zei, ja, dokter, jong geleerd is oud gedaan. Wat een leuke, lieve, kleine, fijne meid is het toch? Zeg, kunnen we over tot de orde van de dag? Ja, natuurlijk, dokter. Helga. Dokter. Ruim die rotzooi even op. En Cindy, schatje, help Helga even mee. Moet hier ook altijd het vuile werk opknappen. Vrienden, wat goed om jullie allemaal weer te zien. En wat fijn dat jullie er met zoveel zijn. Vandaag zullen jullie getuigen zijn van mijn meest bijzondere experiment. En eventjes voor die meneer daar. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Dr. Schok. En voor al die anderen zal ik even in het kort uitleggen wat er het laatste jaar allemaal gebeurd is. Het leven wekken van de mislukte experimenten ging heel goed. Misschien wel te goed. En het monsterleger wordt groter en groter. De wereldheerschappij ligt bijna voor het oprapen. We hebben echter één grote uitdaging. En het is dat het monsterleger zo groot aan het worden is, dat ik het bijna niet in mijn eentje onder controle kan houden. Ja, het zijn ook zoveel, hè, dokter. En daarom ben ik genoodzaakt om een leider te creëren voor mijn monsterleger. De formule is bijna klaar. Ik mis echter nog één enkel ingrediënt. Die kan ik maar niet vinden. Ja, ik heb ook geen idee, dokter. Helga, stoel houden! Ja, dokter. Angst is het hoofdingrediënt. Angst is de basis. Daarvoor zijn jullie hier. Jullie gaan mij die angst leveren vanavond. Maar angst alleen, dat is niet genoeg. Er moet iets bij. En zo waar mijn naam Dr. Schok is, daar zal ik vanavond achter komen. Helga. Dokter. Leg het volgende experiment klaar. Het volgende experiment? Nou, dat is helemaal stuk gemaakt door dat lieve dochtertje van u. Helga? Dokter? Dan neem je toch een ander? Een ander, dokter? Nou, we hebben niks meer. Ze zijn op. Niks meer. Basta. Niente. Oh. Ja, u bedoelt dat ik... Och, we hebben natuurlijk een hele nieuwe voorraad. Oh, lekkere vissen. Zo. Nou, wie van de vrijwilligers zou zijn lichaam ter beschikking willen stellen aan de wetenschap, zou ik maar zeggen? Hoe heet jij? Oh nee, Thomas, dat is helemaal niks. Hoe heet jij? Oh, Mark. Nou ja, Mark, ik zou zeggen, kom maar even heel snel boven, hè. Dat is wel lukken. Ja, het heet Mark, maar ja, we hebben geen tijd meer om anderen te zoeken, hoor. Wat heb je hele familie weer meegebracht, Mark? Dat is zo lastig, wel, die gesprekken met die nabestaanden. Oh ja, goed. Kom maar even heel snel. Waar kom je vandaan, Mark? Waar je vandaan komt. Enschede? Oh god, nou ja, daar zijn ze gewend aan rampen. Trek alles maar even heel snel uit, hè. Dan operatiehemdje aan. Heel snel, alstublieft. Kan het vandaag nog, Helga? Ja, god, dokter, hij durft zich niet uit te kleden. Het is toch verschrikkelijk. Dan hou je er wat voor. Ja, wat voor, wat voor. Oh, nou, Oh. Hier. Ik moet ook alles zelf regelen hier. Oh ja, dat is prima idee, dokter. Hou vast. Goed. Zo. Nou, prima.
Dit kan even duren, mensen. Ja? Zo'n blikje, hoor. Die tanga die mag ook uit Mark. Oké, even kijken, hoor. Oh. Nee, echt mooi, Helga. Nou, dames, het is de moeite waard. Gewoon even wachten, hoor. Goed. Dit experiment is er klaar voor, denk ik. Zet het monitoringssysteem aan, Helga. Vrienden, we gaan vandaag op zoek naar het ontbrekende ingrediënt. Dat ingrediënt dat ik nodig heb om de leider van mijn monsterleger te creëren. We moeten hem met de juiste intenties en power bezielen. Helga. Dokter. De endoscoop. De endoscoop, bent u mee boven, onder? Kan mij niet schelen, ik vind alles leuk. Door de mond, Helga. We zijn hier niet in een alibi. Maak je een beetje stil en laat me eens even die monden open. Ja, heel goed. Dieper. Nou, eens kijken of het filmpje... Gaat ie? Nou, moet een beetje dieper, hè? Maak een beetje stil liggen, hè? Alsjeblieft, zeg. Werk een beetje mee. Helga, is daar links? Ja. Links? Links? Wat is dat? Ja, god, nou, ik... Dit helpt helemaal niks. Ik haal een draad, hoor, dokter. Dat wordt snijden, volgens mij. Is dat alles, Mark? Cindy, geef het mes. Je kan eventjes een beetje prikken. Ja. Ga je wat tegen, hè? Komt-ie. Wat? Wat is dit? Heb je geen dakje, Cindy? Wat? Oh. Ja, je had wel eens eerst kunnen gaan plassen, Mark. Maar goed, oh, we gaan op zoek naar het ontbrekende ingrediënt. Oh, wat leuk, dame. Oh, nou, ik bedenk me net dat ik de experimenten nog even eten moet geven, hè. Kan je dat missen, Mark? Wat is dat voor een klein ding? Mark. Gaat het? Heel goed. Helga, kom eens hier. Ja. Wat is dit hier? Geef de wondspreider even, Cindy. Cindy, pak eens even aan. Doe eens wat voor de post. Kietelt even, maar. Ja, nog maar één. Nou, er komt geen einde aan. Gaat het wel goed? Maak wel bij ons blijven. Wat gebeurt er, Helga? Niet zo spelen, alsjeblieft. Helga! Oh god, dokter, alles erin, alles erin. Weer kapot. Dat geeft niets. En trouwens, ik heb wel een idee. En deze kunnen we straks weer tot leven wekken. Oh, dat is ook zo. Nou, je krijgt hem zo terug, hoor. Vrienden. Hoop ik. Vandaag. Juist nu. Waar komen jullie zo laat vandaan, ja? We zijn vast begonnen, vind je het erg? Vandaag nu moeten we doorgaan met experimenteren. We kunnen niet stoppen. Het moet. We hebben angst nodig en een klein beetje iets. En dit is de belangrijkste dag. He? Au, Helga. Dokter. Dit is de belangrijkste dag. Dit is de dag waar je altijd van gedroomd hebt. Help overeind. Thank you.
Waarde genodigden. Waar zijn jullie weer? Welkom op deze hele bijzondere avond. Vanavond gaat het dan echt gebeuren. Het moment is daar. Ik ben zeer vereerd dat jullie met zoveel zijn gekomen om getuige te zijn van een hele grote happening. Dit is de dag. Het gaat vandaag lukken. Ik ben een man. Ja, dokter, dat weet ik hoor. Helga Schmoelhouden. Ja. Nou ja, is natuurlijk een beetje zenuwachtig. Het is zo'n pittige man ook, hè. Ik ben een man. Een woord. En vanavond ga ik... trouwen, ja hoor. Ja, kom, bruid. Helga. Ga ik voor jullie mogen trouwen met jullie als getuigen. De nieuwe leider van mijn monsterleger creëren. Dat is een heel bijzonder moment, Helga. En om die leider te creëren, heb ik iets nodig. Dat heb ik jullie al verteld. Nu is het moment aangebroken dat ik van jullie wil horen hoe jullie hebben gereageerd. Vertel eens aan de dokter. Hebben jullie geschreeuwd? Ik vroeg jullie, hebben jullie geschreeuwd? Ja! Ga eventjes in je herinnering terug. Dan gaan we dadelijk eventjes gillen. Alle kleine beetjes angst kan ik nog opslaan in mijn machine. Ik tel af van 3 naar 1 en dan gaan jullie heel hard gillen. 3, 2, 1. Dat is al heel aardig. Maar ik denk dat er nog wel een schepje bovenop kan. Ik tel nog 1 keer op en dan gaan we allemaal helemaal los. 3, 2, 1. Ja, vandaag gaat het lukken. Ik voel het. Helga. Oh, dokter, is er wat? Ik heb hem echt nodig. Ik heb net alweer gemerkt dat ik het leger niet in mijn eentje aan kan. Nou, ik zou zeggen, laten we hem dan maar snel gaan creëren, hè. Dan hebben we straks wat meer tijd samen om in de kelder door te brengen, hè. Met de zweepen, dat ik zo met mijn lange nagels door... Helga! Ja, Schmoelhouden, ik weet het, dokter, ja. Laten we dan maar overgaan tot de orde van de dag. Dan ga ik maar eens in de machine kijken hoeveel angst er is verzameld. Ja, doe dat! Ja! En snel een beetje! Ik ben heel goed met machines, toevallig. Als het trilt wel, ja. Vrienden, we hebben 100% angst nodig. 100% angst in dat kleine beetje wat ik mis aan mijn formule. Ik heb de hele avond gezocht. En ik heb het niet kunnen vinden. Helga? Dokter? Ben je er al uit? Nou, eens kijken hoeveel procent hebben we hier. Kan ik dat ergens zien of zo? Nou, even kijken. Ja, dokter, 86% valt me niet tegen hoor. Met 86%? Ja, daar moet nog een klein beetje bij, maar om tijd te winnen zou ik willen vragen, dokter, mag ik de shocktherapie klaarzetten? Shocktherapie, Helga? Ja, dokter. Ik had gehoopt dat het vanavond niet nodig zou zijn. Ja. Je ziet het, hè? Maar doe maar. Nee. Meteen, de laatste rest is angst uit deze tere zieltjes. Sukkels! Ja, dokter. Het shocktherapie staat gereed, dokter. Start het programma. Jawel, dokter. En let een beetje op. Heel goed, Helga. Ja.
Sta niet te kletsen, let een beetje op, ja? Helga, scan het publiek. Ja, dokter, het publiek wordt gescand. Eens kijken wat we eruit krijgen. Nou, dat gaat goed hoor. Scanning. 100% dokter, 100%. 100%. Dat is het nu tijd. Een nieuw tijdperk breekt aan. Helga. Dokter. Ga jij eens eventjes naar de kelder. De kelder, dokter? Maar wat moet ik nou in de kelder? Ik dacht dat we gingen feest vieren. Jij gaat in de kelder de condensatoren controleren. Er mag nu niets meer fout gaan. Kom, Helga. Schiet op. Ja, dokter. Nou, ik heb nog nooit condensatoren in de kelder gezien. Dames en heren, de machine is geladen met 100% angst. Heel veel dank daarvoor. En er was nog één ding wat ik niet kon vinden. Eén ding wat mijn formule niet compleet kon maken. Ik heb er jaren naar gezocht. En gelukkig, een uur geleden ben ik erachter gekomen wat ik mis. Dat wat ik mis, dat is mezelf. Ik ben genoodzaakt mezelf op te offeren om de nieuwe leider van het Mondverleger te creëren. Ik ben er klaar voor. Ik moet dit doen. En bedenk wel, het gaat lukken. Vandaag is de dag des oordeels. Ik ga de nieuwe leider creëren. Ik wist dat het ging lukken. We'll be right back.
lekker. Logisch, vooruit. Tijd voor een knappe finale. Toch, dokter? Ah, daar heb je de jarige. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven voor ze en die gat op de moed. Dokter? Dokter? Nou, hoe kan dat nou? Niemand meer. Oh, hij ligt vastgebonden op bed op zijn wachten. Ze kan wel wat entertainment gebruiken. Tot volgend jaar, sukkels! De bitterballen zijn op borrelnoten weg. Doorlopen, jongens!